Dit is echt een mirakel, guys. Dit gaan jullie nooit meer terugzien op mijn kanaal. Normaal ga ik altijd met de brommer naar de bushalte, maar... jokes on me, want ik ben hier sinds woensdag eigenlijk soort van vergeten aan de bushalte waar ik normaal altijd naartoe ga. Dus dat gaat echt een challenge worden voor mij, omdat ik mezelf ken en ik weet dat ik niet goed ben in het behouden van routines, van verzorging of insmeren. Goedemorgen, guys. Het is nog niet eens licht buiten, as you can see. En ik ben al wakker. Dit is echt... dit kan gewoon niet. Zo, om 10 uur heb ik een belangrijke afspraak waar ik moet zijn. Maar ik moet om 8 uur al de bus nemen, because ja, boerenbed life. Om 9:30 komt mijn mama mij ophalen bij het station. De afspraak waar ik dus naartoe moet gaan is mijn allereerste tattoo-afspraak. Dus ik ga vandaag mijn allereerste tattoo laten zetten en ik ga jullie meenemen. Ik hoop echt waar dat ik niet te veel pijn ga hebben tijdens die afspraak. Of ja, tijdens het zetten van het tattoo. Maar we shall see. Ik heb echt mega veel stress, maar het komt allemaal goed, I guess. Als je nieuw bent op mijn kanaal, hey, welkom. Vergeet zeker niet op dat knopje hier beneden te drukken. En druk daarnaast op het belletje om telkens een notificatie te krijgen als ik een nieuwe video upload. En geef zeker een duimpje omhoog als je... ook benieuwd bent naar mijn eerste tattoo, want ik ga nog niet zeggen wat ik ga laten zetten. En zet even in de reacties als jij een tattoo hebt en hoeveel tattoos je hebt en wat de betekenis is van jouw tattoo. So without further ado, let's get started! 1, 2, 3! Oké, guys, ik ben helemaal klaar om zo meteen te vertrekken. Mijn mama heeft mij aangeraden om slechte kledij aan te doen, dus ik heb echt een basic outfit aan. Mijn trui is van Nike, hieronder heb ik gewoon een zwarte t-shirt aan. Mijn broek is van The Only en ik heb mijn oranje Jordans eronder aan. Ik ga zo meteen vertrekken, ik ga verder mijn koffie even opdrinken en daarna gaan we naar de bushalte. Oké, zo guys, ik ben nu onderweg naar de bushalte. Normaal ga ik altijd met de brommer naar de bushalte, maar jokes on me, want ik ben hier sinds woensdag eigenlijk soort van vergeten aan de bushalte waar ik normaal altijd naartoe ga. Maar ik ga nu naar een bushalte die eigenlijk veel dichter is bij mijn huis, maar niet alle bussen rijden daar, dus daarom neem ik die niet zo standaard. I'm on the way. Het is nog steeds eigenlijk best donker buiten en ik ben al buiten. Dit is echt een mirakel, guys. Dit gaan jullie nooit meer terugzien op mijn kanaal. Also, ik ben echt... ik wil even zeggen, I don't know why, maar ik ben zo obsessed met het nieuwe album van The Weeknd. Als jullie die al hebben geluisterd, comment even jouw favoriete liedje. De mijne is definitely Starry Eyes. I love it. Period. I love the album. So, guys, ik ben aangekomen in Antwerpen en ik weet niet wat het is met mij, maar ik denk echt dat ik zo pech heb met alles of zo. Ik moest dus een overstap maken met de bus, maar de bus, die kwam 5 minuten te vroeg, de andere bus. Dus ja, die heb ik dan gemist. Dan wou ik een stepje nemen, zo een lime step. Maar mijn PayPal werkt niet, so, nu ben ik te voet onderweg naar het station. Fantastisch, love life. Also, de stress is echt met de minuut aan het stijgen. Ik heb zoveel stress. Ik heb vooral eigenlijk schrik van de pijn. Ik denk dat dat eigenlijk het voornaamste is. De schrik van de pijn. Maar ja, we shall see, I guess. Als deze video nooit online komt, ja, dan weten jullie dat ik dood ben. Ja, so, just saying.
So guys, ik ben terug thuis. Tattoo staat erop, as you can see. Dit is het resultaat. Ik ga even een beetje dichten. Dus zo ziet het eruit. De betekenis erachter is dus een zwart-witte roos. De steel loopt eigenlijk uit in een J. En mijn mama, haar naam is Jessie. Dus is eigenlijk de betekenis erachter. Zij heeft dezelfde tattoo laten zitten, maar dan op een andere plek. En met de letter T, of course, van mijn naam. De pijn viel eigenlijk wel mee. Ik had het veel erger verwacht, om eerlijk te zijn. En ik ben zo overbelicht. Wauw, maar ik kan er momenteel niks aan veranderen. Anyways, de pijn viel echt nog wel mee. Ik had het veel erger verwacht. Het enige wat je eigenlijk voelt bij de tattoo is vooral het uitlijnen doet heel veel pijn. Maar het inkleuren, zo schaduwen, viel op zich echt wel mee. Dat was eigenlijk hetgeen wat het minste pijn deed. Je voelt wel de naald in je huid natuurlijk. Je kan niet verwachten dat je naar een tattooafspraak gaat en dat het totaal geen pijn gaat doen. Het genezen duurt wel ongeveer een maand, zei de tatoeëur. En ik moet het natuurlijk heel vaak verzorgen. Ik moet het 3-4 keer wassen, insmeren en al die dingen. Dus dat gaat echt een challenge worden voor mij, omdat ik mezelf ken. En ik weet dat ik niet goed ben in het behouden van routines, van verzorging of insmeren. Ik vergeet dat elke keer. Heb ik ook zo gehad met mijn piercings. En zal ik waarschijnlijk hebben met mijn tattoo. Dit is het in ieder geval. Ik zet hier naast mij ook even een foto hoe het er van dichtbij zonder het papier eruit ziet. Ik ga hier wel de video afsluiten. Ik weet dat het echt een super korte video was. En ik heb eigenlijk niet super veel kunnen filmen, omdat ik dan een hele tijd neerlag. En helaas kon Evi er niet bij zijn vandaag, want normaal had ik haar anders gevraagd om te filmen en een soort van te vloggen in mijn plaats. Maar zij kon er vandaag niet bij zijn, omdat zij moest werken. Daarom heb ik niet veel footage kunnen filmen, of course. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video en dat ik jullie toch soort van heb kunnen helpen met mijn eerste ervaring. En voor al de mensen die een sign zochten om een tattoo te laten zetten, wel bij deze. Dit is your sign om een tattoo te laten zetten. De link van de tattoo shop waar ik ben geweest staat in de beschrijving hier beneden. Ga dat zeker checken en ook de naam komt nu ergens in beeld. Zeker de moeite waard. Hij zet ongelooflijk mooie tattoos. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video en dan zou ik zeggen tot de volgende. Doei!